Oh, kijk eens, Neymar met ruimte. Ja, goal! Wow. Neymar Junior! Hier is Dennis en die laat ook wel even zien. Wij willen hier winnen. Ja. En een ongelooflijk belangrijk uitdoelpunt hier voor VVV. Hier in de eerste wedstrijd is het geëindigd in 1-0 voor VVV. Gullet en Fortuna beginnen nu toch wel een beetje rustig om singeling. Oh. VVV kan scheppen, maar Virgil die blijft liggen. Oh, wat een paal! Oei, oei, oei. Laten we even inzoomen op de tegenstander. Dus Jason Glas, de man van Glas. Ja. Het fenomeen. Allebei hartstikke jonge gasten natuurlijk. Jason Glas komt uit 2002. Betekent dat hij 17 is. 17 is inderdaad. Cruijff! Ja! Oh! Belangrijk uitdoelpunt van Fortuna Sittard. En de mannen staan weer naast elkaar in deze derby. Wat een ongelooflijk lekker gevoel moet dit zijn voor Jason Glas, Bas. Hier een hele goede actie. Eusebio met de ruimte. Goed verdedigd. Maldini is eruit. Rood getimed. De laatste aanval voor Fortuna hier met Carlos Alberto. Kan hij nog naar voren? Kan hij nog een keertje in de buurt komen van de goal? Hele slechte bal. En nu nog één keer VVV. Alles heen, Bas. Ja. Nog één keer Cruijff. Alles maar heen. Carlos Alberto. Wow, is het een rode kaart? Dit meen je niet. Is het een rode kaart voor Cruijff? Schrikkelijke bal. Dit meen je niet. Oh, dit zou zo zonde zijn. Dit zou echt finesse zijn voor VVV. Oh, dit is een plakje kaas. Dit is een plakje kaas. Daar mag hij echt van geluk spreken, want die was nul intentie om de bal te spelen. Dit was een 48-plus, dit. Jong beleger. En we zitten in de 89e minuut. VVV Venlo wil de allerlaatste aanval. Hier gaan we krijgen. Zambrotta. Waar is er ruimte? Wie kan hij aanspelen? Hier is Oranje 16. Gullet staat vrij. Neymar, is hier ruimte om de bal te krijgen bij de spits? Oh! Wat? Voor Nick Kooijman. Hoe kan die bal er niet in? Eens. En dan krijgen we nog één keer. Wat slordig. Oeh, Jason, wat doe je nu, jongen? Is dat onervarenheid? Eusebio kan hem weer niet krijgen. Hij moet lang spelen. Ongeloof nu. Bij Nick Kooijman. En het eindigt hier in een gelijkspel overal. Wat een eindfase. Je ziet de teleurstellende gezichten bij de mannen van VVV. Ja, ongelooflijk. Wat een kans was dit. Overal gaat dat goed. Ik speelde zo fucking slecht. Dan krijg je zo'n goede kans.